En zo, hoe is het ermee? Alles goed met mij wel? Ik ben Jeffrey en welkom bij de Vrijheid van een Beperking. Ik ben weer verwend, ja. Ja, zeker weten. Wacht even, hij stelt me goed scherp, dat beeld. Post tegen mij. Nou, maar goed. Ik heb van vader een camera gehad, dankjewel. Het is een oude camera van hem, komt uit 2012. Heel mooi, een... Hallo. Nou, dit is hem. De PowerShot SX500IS. En zoals jullie kunnen zien, ik heb een microfoon vast. Waarom? Simpel is dat, omdat ik zoiets heb van, ik vind dat niet fijn. Iedere keer die tik horen en zo. Dus daarom heb ik een microfoon aangeschaft. Wij gaan over naar een ander kanaal. Hi. Dit is gefilmd met mijn... PowerShot SX500IS. Super tof natuurlijk. Ik ben deze week wel heel druk bezig geweest. Ik ben bijvoorbeeld naar Team Smit gegaan om daar te kickboksen. En vervolgens werd gevraagd aan mij of ik de volgende dag wou komen om, om gewoon te kijken. Want SBSS kwam langs. Dus jullie kennen mij. Ik moet foto's maken. Dus dat heb ik gedaan. Nou, ik heb een paar aanvallen gehad. Een van die redenen kwam hierdoor. En het leukste is van allemaal. Het was hartstikke gaaf. En hopelijk heeft Joey zijn verhaal kunnen doen. Hopelijk hebben nou meer mensen zoiets van oké, we moeten hem helpen. Joey, ik steun jou van harte. En ik hoop echt dat je iets vindt. En ik ben ook naar... ik ben ook naar Kerkhof gegaan. Waar mijn oma en opa liggen. En ik heb daar iets achtergelaten. Als je goed kijkt, zie je wat. Want ik ben heel trots op mezelf, wat ik bereikt heb. En vervolgens, ik voelde me niet zo goed. Een beetje verdrietig, weet je. Dus ja, dat is normaal, denk ik. En dat is ook normaal, want mensen mag je missen. Vervolgens, er woont hier een grote vriend van mij. Een hele grote vriend van mij. En daar heb ik een foto van gemaakt, want die komt naar mij toe als het met mij niet zo goed gaat of zo. En ja, die is dus net ook even langs geweest. Tobias, een heel lieve kat. Maar we gaan verder. Morgen is het 5 oktober, zoals jullie weten, dan ben ik jarig. Dan word ik al 30, man. Jezus Christus, 30 jaar. Dat doet iets met je. Je gaat besef krijgen van, yo, ik moet iets nuttigs doen met mijn leven. Dus, ik ga morgen naar Vught. Nee, niet de gevangenis Vught. ING kantoor Vught. Want ik ga een zakelijke rekening openen. Ik ben een startend ondernemer. En ik moet natuurlijk wel goed de dingen op in orde hebben. Dus daarom ga ik dat doen. En morgen ga ik vervolgens ga ik gewoon een hele leuke dag hebben. Want ik word 30. Doet iets met je, man. Serieus. Ik moet zeggen, het is wel moeilijk af en toe. Want je krijgt het besef. Van tijd. Je krijgt het besef van waarom en waarom je het doet. En je gaat nadenken van, yo, wil ik zo verder leven, ja of nee? Mijn keuze is ja geworden. Daarom ben ik nou bezig met allerlei dingen om het goed te krijgen en zodat ik het kan blijven doen. Als je dit leuk vindt, vergeet niet te liken. Vergeet niet te delen. En vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie volgende week. Of eerder. Ik denk eerder. Ja, zeker eerder. En veel plezier op YouTube. En later.